Dit filmpje gaat over een kalender voor de zorg. 365 uitspraken met een vrolijke tekening of een fraaie foto. Om elke dag even bij stil te staan met de bewoners van de huizen, hun familie en de verzorgers. Ik ben Jacomette Blois en ik werk hier al bijna 19 jaar in dit verpleeghuis, verzorgingshuis, de Antoniushof in Bussum. En ik werk nog steeds met heel veel plezier, omdat ik zulke prachtige dingen hoor en meemaak met de mensen hier. Ik ben, ik denk zo'n 6 jaar geleden al begonnen om die ontzettend grappige en wijze uitspraken van mensen op te schrijven. Ergens in een agenda of een papiertje. En dan 's avonds even in de computer. En gaandeweg dacht ik, dit is wel heel aardig om daar een kalender van te maken met uitspraken. En dan 365. Goedemorgen zonder zorgen. En daar bedoelden ze natuurlijk juist mee om hier onder dit gastvrije woondak te mogen wonen. En ben je toch eigenlijk zonder zorgen. Je hebt natuurlijk wel zorgen met je familieleden en zo. Maar voor jezelf wordt alles verzorgd. En dan nog op de allerbeste manier. De kalender is geschikt voor bewoners en de mensen die hen verzorgen. Maar ook is het een goed geschenk van zorginstellingen aan hun medewerkers en hun relaties. De teksten laten zien wat de bewoners bezighoudt en hoe zij tegen het leven aankijken. De kalender biedt aanknopingspunten voor een moment van bezinning en voor een kort gesprek. De kalender is voorradig vanaf oktober 2011.